Wat mij in ieder geval met Bergman verbindt, is die meedogenloze manier waarop hij de situatie en de mensen in die situatie fileert. En je komt steeds verder in de diepste krochten van een karakter. En dat zonder rekening te houden met de moraal. Wat mij fascineert in Ontrouw is dat de liefde en de vriendschap van drie mensen zomaar ineens aan flarden kan worden gereten door één lichtvoetige daad. Ja, Ontrouw gaat voor mij over het streven naar genot, waardoor grote pijn aan anderen gedaan wordt. Ik speel een vrouw die met open ogen in een situatie stapt waarbij eigenlijk alle alarmbellen zouden moeten gaan rinkelen. Ik speel een man die vreemd gaat met de vrouw van zijn beste vriend. Iemand die gehoor geeft aan zijn emotionele impulsen. Ongeacht of dat nou goed of kwaad is. Het is een ménage à trois eigenlijk, waar dus één belazerd zal gaan worden. Dat ben ik. Dat is de dirigent. En dat lijkt dus het slachtoffer te zijn. Daarna gaan er verschrikkelijke dingen gebeuren. Goed en kwaad is van geen enkel belang. Het noodlot slaat onontkoombaar toe.